Net voor het kwartier is er een lange bal van Bart Goor voor Yulu Matondo. Alles ligt open en dan maakt hij het niet af. Dat is al een heel seizoen het probleem. Westerlo mist een goalgetter. Aan de overkant kopt Santos de 0-1 binnen. Achterin speelt Westerlo met het gelegenheidsduo De Greef Schuurmans. 20 en 21 jaar, dat is te weinig maturiteit. In de 17e minuut van de tweede helft krijgt Eupen achterin de bal niet weg. En dan is het Yulu Matondo die hem binnensteekt. Eupen antwoordt wat later met een kopbal tegen de lat. Westerlo krijgt dan nog de beste kansen, maar voorlopig de laatste match van Westerlo in het Kuipje tegen Eupen eindigt op 1-1. Ik ben tevreden dat hier iedereen aanwezig is. Dat ze me de komende dagen kunnen rustlaten. Ik heb in een situatie gezeten waar ik 9 ongelooflijke goede jaren heb meegemaakt in Westerlo. Dit seizoen is dat door allerlei omstandigheden mislopen. Ik heb donderdag na de wedstrijd 2 dagen de tijd gehad om over veel dingen te kunnen nadenken. En ik weet, dan zijn er 2 mogelijkheden. Je volgt je hart en dat hart zegt, je kan bij Westerlo blijven. Of volgt je verstand en je zegt, is de moment misschien voor te vertrekken. En het verstand heeft het geld boven het hart. Dus ik kan vanaf volgend jaar zien wat ik kan doen. Ik kan nu mijn tijd pakken. Ik wil jullie er allemaal voor bedanken. Ik heb dat straks juist tegen de speelzaal ook gezegd. Ik wil de club bedanken voor al die mooie jaren. Ik hoop dat jullie van de pers toch nog tegen het lijf gaan lopen. Een van die maanden. En voor de rest gaan we wel zien. Ik kan er ook niet verder commentaar op geven. Je weet het nu allemaal. Ik denk dat we er ook niet meer verder moeten over discussiëren. We hebben al een heel jaar erover gediscussieerd. We hebben aangehaald wat er is fout gelopen. En op een gegeven moment moeten we dan een beslissing nemen. En ik denk dat dat zowel voor Westerlo als voor mijn eigen een correcte beslissing is. Al waard dat ongelooflijk veel pijn over mij. Club te verlaten waar ik ongelooflijk een mooi jaar heb meegemaakt. Maar aan de andere kant is het ook zo dat je in de voetbal soms een beslissing moet pakken die misschien voor beide partijen de correcte is. Dank u. Ja, normaliter reageer ik ook altijd zo, eerst hier in plaats van daar. Maar ik had nog altijd hier geredeneerd dat ik dacht dat hij toch bij ons bij Westerlo kon blijven. Dus ik moet deze beslissing accepteren, met spijt in mijn hart. Maar ik denk, ik heb nu een trainer verloren, maar ik heb een vriend voor het leven. Ten dag van vandaag is dat niets belangrijker dan voetbal. Dank u. Ja, Herman-Jan Koelemans heeft zo net zijn ontslag officieel aangekondigd, bevestigd. Had je dit zien aankomen? Nu direct, maar de laatste dagen was het zeer moeilijk en hij was emotioneel ook een beetje geladen. Dus het heeft de doorslag gegeven de laatste weken. Hij noemde het ook een keuze van het verstand en niet echt van zijn hart.
Dat klopt inderdaad. Dat heeft hij zo ook tegen mij gezegd. Wat moet er de komende weken voor gebeuren? Gaat er direct een nieuwe trainer aangetrokken worden of eerst even tot rust komen? Dat zou zeer snel kunnen zijn, maar dat kan ook een tijdje duren. Ik heb juist gezegd, okay, we gaan elk departement, ik zeg het juist, het medische, de scouting, de jeugd, de technisch. En dus alles gaan we dus per departement, Wim en ik, evalueren. En ik denk dat we dus per departement 2 dagen nodig hebben. En dan zullen we zeggen, voilà, we gaan zo starten. En dan moet de raad van bestuurders maar volgen en dat zullen we wel zien. Hè. Ook een aantal spelers zullen waarschijnlijk liever in eerste klasse blijven spelen. Hoe kijk je daar naar tegenaan? Ja, dan moeten ze zelf de conclusie maken. Hè. Als ze dat willen doen, mogen ze gaan. Ik heb daar geen probleem mee. Als bepaalde spelers denken dat ze beter af zijn en bij ons niet meer willen spelen, dan zullen wij moeten een overeenkomst maken en dat ze kunnen verdwijnen. Dan heb ik ook geen probleem mee. Als ze echt ambitie hebben om nog hier te spelen en van de eerste klas te gaan, dan ben ik er ook niks mee. Hè. Ja, naast het sportieve gevolg gaat er ook waarschijnlijk een financieel gevolg zijn. Hoe groot gaat die impact zijn? Dat is een enorme impact natuurlijk. Kijk, ik zeg het juist, dat is het budget van 6,5 gaat naar 3 gaan. En dat heeft dus ermee dat ik zeg dat op elk niveau het zal gevolgen hebben. Hè. Dat wil zeggen medisch, commercieel en noem maar op. Hè. Dus op elk gebied zal het gevolgen hebben. Hè.